dan slaap ik gewoon doorheen. Zullen we op de muur kloppen of zoiets? Ja, je bedoelt dat ik op de muur moet kloppen. Het houdt vanzelf al op. Maak het licht uit. Straks doen ze elkaar nog wat aan. Zolang ze tegen elkaar schreeuwen en met z'n vies lopen te smijten, weten mensen zeker dat ze geen ergere dingen doen. Maar het kan toch een keer per ongeluk misgaan? Ja, alles kan. Er kan ook een aardbeving komen, dan zijn we allemaal dood. Ze liggen het gewoon af te zoenen. Wij zoenen nooit iets af. Nee, als je nooit ruzie hebt, valt er ook niks af te zoenen. Niet de hele tijd liggen luisteren. Hoor je het ook? Ze zijn de boel aan het opzuigen. Hij zit toch bij de plantsoenendienst? Bij de gemeente? Jij praat wel eens met ze, ik niet. Volgens mij is dit geen stofzuiger. Nee. Hij is haar een stuk aan het zagen met zijn heggeschaar. Een stofzuiger zoemt. Dit is een veel snerpender geluid. Alsjeblieft, ik kan niet slapen als iemand die de hele nacht wakker ligt. Kijk niet zo. Je gaat toch niet de politie bellen, hè? Ik bel naar hiernaast. En als er niemand opneemt... Wat dan? Wat dan? Misschien hebben ze de stekker eruit getrokken. Of was een van die dingen die ze kapot gegooid hebben de telefoon. Ach, jongens, ik ga helemaal mee in die waanzin. Ah. En als hij opneemt, dan betekent het zeker dat zij dood is? Ik moet iets doen. Ze opnemen. Alleen luisteren en dan ophangen. Niks zeggen. Ja, met Ria. Blijf. Nergens aankomen. Ik zal bellen. Ja, komt in orde. Doe het nu meteen. Zij heeft hem. Zij.
Ze vraagt of ik de politie bel. Het is godverdomme alweer licht. De politie werd rond 6:30 vanochtend gealarmeerd door een van de buren en trof mevrouw Van B. thuis aan bij het ontzielde lichaam van haar echtgenoot. Hij was toegetakeld met een gemotoriseerde heggenschaar. Het slachtoffer, als opzichter werkzaam bij de plantsoenendienst, nam naar verluid regelmatig gereedschap voor eigen gebruik mee naar huis. Buren. In zijn voortuin was te vinden, waar hij op kunstige wijze boerderijdieren figuur zag. Heggen en boompjes. Smaakt het? Het lijkt erop dat zijn hobby hem fataal is geworden. Heb je iets speciaals gedaan, hè? Een heel andere toepassing van het gereedschap in de praktijk gesloten brengen. Je tijd toch wel vaker? Ik vraag het alleen. Voorgeleid aan de officier van justitie. Hij is moord met voorbedachte raden ten laste gelegd. Zover onze berichtgeving. Ik zou het anders gedaan hebben. Zijn dit jaar de meeste zonuren gemeten. Wat zei? Ik bedoel, als je problemen hebt, dan kun je er toch over praten? Ik ga koffie zetten. I wish I could spare her all the humiliation and everything it's going to cause her, but I can't. You are the only one who can do that. Now I tried. I took her away from here. I took her away from all of you people. Sure. We never did anything. Thank you.